Hi. Hi. Goedemorgen. Mevrouw Marjolein Dijkma heeft al alle wettelijke exameneisen voldaan en vandaar dat we vandaag met een korte plechtige bijeenkomst de opleiding afsluiten en de bul gaan overhandigen. Deze plechtige bijeenkomst vindt plaats in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze universiteit is gesticht in 1614 en daarmee een van de oudste in Nederland. Dat wist jij waarschijnlijk wel. Wie weet wat de oudste is? Toevallig. Amsterdam? Leiden. Dus dit is de tweede, en die was nog iets eerder. En deze universiteit telt meer dan 30.000 studenten momenteel. Ongeveer 450 hoogleraren en er werken meer dan 5.000 medewerkers. Nou, dit academiegebouw, dat is natuurlijk de trots van Groningen, is prachtig. En zo in het centrum, en het lijkt al heel oud, maar dat is het niet. Het is opnieuw gebouwd in 1907, want het oude gebouw wat er al stond, dat was toen afgebrand. En dus in 1907 hebben ze alles opnieuw gebouwd. En in die tijd hadden we nog, ik dacht iets van, zes faculteiten. Dus elke faculteit kreeg een eigen faculteitskamer. En vandaag staan wij hier ook in de faculteitskamer van ons, van GMW, van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Maar omdat de universiteit uitbreidde en moest op een gegeven moment die faculteiten samen met een kamer doen. Dus nou is dit een gedeelde faculteitskamer met economie. En hier hangen allemaal hoogleraren die vandaag met deze plechtigheid meekijken. Naar jou. En aan die kant hangen de hoogleraren van ons, zeg maar. Ik weet niet, die kent van psychologie Bram Bunk. Nee. Bert Kremers, onderwijskunde. Max van der Kamp. Kalverboer, dat is de vader van Margriete. En Kalverboer, die had hij ook. Okay. En dus aan die kant hangen de Van Strien. Ja, die kennen jullie wel, hè? De regulatieve cyclus. Ja, aan die kant, dat is meer economie en bedrijfskunde. Dus die kennen wij natuurlijk. Nou, dan heb ik nog een vraag voordat we met het echte deel beginnen. We gaan vandaag de bul uitreiken, maar weet jij waar het, of weet u waar het woord bul vandaan komt? Nee, dat heb ik me wel afgevraagd. Ja. Nou, nog niemand die dat ooit eerder gehoord heeft, want we vertellen het nog wel eens vaker met een bul uitreiking. Het komt van het Latijnse bula en het betekent oorkonde, van oorsprong dan zeg maar, en het verwijst naar knop of versiering. En dat weten jullie vast wel. In de middeleeuwen werden belangrijke oorkondes en documenten verzegeld met een lakzegel. Nou, en dat, daar verwijst eigenlijk het woord bul of bula naar. En nou ja, wij hebben hier een nep bul, een nep lakzegel zeg maar. En in de vorm van een foto. Maar nou ja, dan weet je in ieder geval ook wel waar het vandaan komt. Dus dat zit ook in de moderne versie. Nu waar het om gaat, want mevrouw Marjolein Dijkma heeft haar opleiding succesvol afgerond en een mooie thesis geschreven. Alleen ik heb hem hier niet bij mijn stapeltje. Maar in feite heeft elke thesis, elk onderzoek een toegevoegde waarde voor de wetenschap en voor de praktijk. Meestal voor beide in de orthopedagogiek, omdat orthopedagogiek een handelingsgerichte wetenschap is. Nou, iemand die jou begeleid heeft bij de thesis kon er vandaag ook niet bij zijn, mevrouw Basta. Mm-hmm. Maar iemand die jou begeleid heeft bij jouw stage en die jou veel beter kent dan ik, dat is mevrouw Kooistra. En die gaat een persoonlijk woordje tot jou spreken. En daarna gaan we over het officiële stuk. Yes. En nou ja, dat persoonlijke woordje komt wel van Laura, hoogstpersoonlijk. Okay. Ja, die heeft dat geschreven. Dus beeld even in dat ik twee keer zo lang ben. dan ben ik Laura Watson. Beste Marjolein, gelukkig zag ik je vorige week nog even bij de bul-uitreiking van jouw thesispartner, René van der Wal.
Want vandaag, de grote dag van jouw wiluitreiking, kan ik er helaas niet bij zijn. Gelukkig bleek mijn zeer gewaardeerde collega Weitske, die jouw stage begeleid heeft, bereid om mijn tekstje voor jou voor te lezen. Er woedt een hevig debat over ADHD en de enorme groei van het aantal kinderen dat deze diagnose krijgt en ADHD-medicatie gebruikt. Allerlei partijen mengen zich in de strijd, wetenschappers, zorgverleners, ouders en leerkrachten, maar één partij wordt opvallend weinig gehoord. Welke partij is dat? De kids. Het kind zelf, ja. Ik heb jou en René begeleid bij het schrijven van jullie thesis over de stem van kinderen in het ADHD-debat. Nou ja, begeleiden. Eigenlijk stond ik meer aan de zijlijn toe te kijken hoe jullie je boontjes vol vaart en altijd met goed gemoed dopten. Het was niet gemakkelijk om aan respondenten voor dit onderzoek te komen. Maar het is jullie gelukt om via scholen en via social media uiteindelijk 12 kinderen te vinden die jullie konden interviewen over hun ADHD-diagnose en hun ervaringen met de medicatie. De kinderen hebben jullie en ons veel informatie verschaft en die bulk aan informatie hebben jij en René verwerkt tot een overzichtelijke en goed leesbare thesis. Knap werk! Hoewel ik je maar een paar keer gezien en gesproken heb, want jullie werkten immers zeer zelfstandig, heb ik je in de afgelopen maanden toch aardig leren kennen. Zo weet ik dat je onderzoek kunt maken, dat je je druk maakt op dierenleed en veel leuke dingen met je vriend doet. Dit zijn de dingen die je over elkaar komt te weten als je vrienden bent op Facebook. Tot mijn vreugde las ik ook dat je een baan hebt gevonden als woonbegeleider in een opvangcentrum voor mensen die asiel zoeken. Nuttig en dankbaar werk, wat past bij het beeld dat ik van jou heb. Een gedreven, maatschappelijk bewogen, intelligente en hardwerkende vrouw. Die ook de kunst verstaat om pret te maken. Zo zie ik dan weer aan de kiekjes op Facebook. Marjolein. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor de mooie bijdrage die je aan mijn onderzoekslijn hebt gegeven en hoop dat we de samenwerking nog even voort kunnen zetten bij het verwerken van jullie thesis tot een artikel. Voor vandaag wens ik je een hele fijne dag toe. Hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je bul. Laura Badstra, september. Zullen we het applaus doen ook even? Ja. Nou ja, dan wil ik eigenlijk nog iets aan jou vragen. Want je hebt een stage gelopen en een thesis geschreven gedurende je masterproject. Mm-hmm. Maar wat vond jij voor jouzelf nou de belangrijkste opbrengst? De opbrengst van mijn stage? Voor jouzelf. Voor mezelf. Wat heb je dan het meest van geleerd? Wat heb ik er het meest van geleerd? Nou, ik weet wel dat ik heb wel echt geleerd van mezelf ook. Ik heb mezelf voornamelijk leren kennen. Ik ben echt een doorzetter, dat heb ik wel gemerkt. En ik ben nu wel heel, ik ben wel echt toe om nu in de praktijk aan het werk te gaan. Okay. Ja. En dan lig je affiniteit meer dan bij het onderzoek? Heb je dat ook geleerd gedurende die master? Het onderzoek doen was echt heel leuk, ook omdat ik het met René deed. Dat klikte heel goed en we hadden een hele leuke thesis. Maar ja, ook een keer weer wat anders. Ik denk dat ik daar ook wel van hou, een beetje van alles uitzoeken. Ja, je bent nog jong genoeg. Ja, mooi. Ja. Dan gaan we nu de papiertjes klaar maken. Nou, beste Marjolein Dijkma, je bent nu master in de pedagogische wetenschappen. Je krijgt een mooi diploma dat zowel internationaal als nationaal erkend wordt. En met dat diploma ben je een academisch geschoolde orthopedagoog. Dat brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee, namelijk het handelen volgens een bepaalde beroepsethiek. Nou, dat weet je waarschijnlijk al lang, omdat je ook nu al in de praktijk werkte. De beroepsethiek is altijd van belang. Daarom raden wij iedereen aan die hier afstudeert om lid te worden van de beroepsvereniging NVO, de Vereniging van Orthopedagogen. Ben je daar al lid van? Nee. Geeft niks. Dat komt allemaal. Nou, dan het belangrijkste moment. Ik kom jou even aan die kant de bul overhandigen. Het is een heel pakket. Jij mag daar zitten. Kijk, het is een heel pakketje en dat moet ik even uitleggen. Mm-hmm. Het is een Latijnse versie
Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste diploma, dat ga jij direct ondertekenen tot als alle fotografen klaar zijn. Dan zit er ook een Nederlandse vertaling bij. Mm-hmm. En een Engelse, nee, want het is immers internationaal. En dan een supplement met alle vakken die jij gevolgd hebt. En ik zou aanraden om dat wel snel te controleren. Ja. Kan soms zijn dat er een foutje in zit. Maar ja, dat kun je niet hebben als je straks gaat solliciteren. Nee. Dus dan moet je meteen even controleren. Mm-hmm. Dus dat pakketje is voor jou. En dan mag jij hier jouw handtekening zetten. Die mooie pen. En dan moet je een beetje langzaam doen, want wil ik aan het afstrekken. Zoveel fotografen hebben ze nooit gezien. Nog maar even simuleren, want ze zijn ook allemaal niet zo. Gewoon net zo met jou. Staan ze erop? Ja, om zekerheid. Ah, geweldig. Nou, dan mag ik de eerste zijn die jou feliciteert met het behalen van je bul. Marjolein, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Met je masterdiploma. Yes. Ik wens je een hele goede loopbaan toe. Mm-hmm. Nou, en wij hopen, zeker Laura en Bijske, nog eens iets van jou te horen natuurlijk. Mm-hmm. En wij houden contact met, wel, ja. Met Laura. Ja. En dan komt er een mooi artikel. Ja. Hè, geweldig. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. En ik wens jou een mooie dag met je familie en je vrienden. En ik moet de vrienden en familie wel vragen om op de gang te feliciteren, omdat we dan alweer een tijd lang doen met de volgende. Een hele mooie dag. Dankjewel. Ik wil je wel. Ja. Dankjewel. Leuk dat je er was. We hebben geen album. Nee. Dat was het. Ja. Thank you.